Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. Theo Jansen op de Boshoek. Toch leuk, al die oud-betaald voetballers. En dit is Gert-Jan Karsten. Hoe lang duurt het Gert-Jan Karsten-effect? Dat is de grote vraag voor HHC. En voor iedereen eigenlijk, misschien voor hemzelf ook wel. Jorn Kramer, vorige week natuurlijk de succesvolle man, omdat hij het doelpunt maakte. Ook vandaag staat hij weer in de basis, net als Mark Veldmaten, die vorige week natuurlijk ziek was en daardoor niet mee kon doen. En dat betekent dat dit de opstelling is van HHC en eigenlijk is daar helemaal niks anders aan als je de opstelling vergelijkt met die van vorige week. Achterin hetzelfde, op het middenveld hetzelfde, alleen voorin dus een wisseling. Dat heeft ermee te maken dat Sargon Gouriye geblesseerd is aan zijn hamstring. Waarschijnlijk is hij er volgende week weer bij. En Veldmaten staat dus in de spits. Ja, een Oktoberfest in november. Het kan allemaal. En zij hebben er duidelijk zin in. Maar het feestje zou zoveel leuker zijn op het moment dat je natuurlijk wederom 3 punten pakt. Of in elk geval niet verliest. Maar het liefst natuurlijk 3 punten. Dat wordt op deze manier wel moeilijk als het al na 1 minuut en 12 seconden 0-1 staat voor Jong Vitesse. Mooie voorzet. En ook een prima doelpunt. En zo is de Boshoek ineens wel stil natuurlijk. Opnieuw Jong Vitesse. Wedstrijd die gelijkwaardig was. Aardige bal. Danus tikt hem toch maar over. Het schot van Thomas Oudekotte. Metai. Waar gaat Metai naartoe? Veldmaten. Doelpunt. 1-1. Mark Veldmaten. Wat een belangrijke goal. En zo is HHC terug in de wedstrijd. Want na die 1-0 was het heel even uit het veld geslagen. Het herpakte zich daarna best. Prachtige goal overigens, goed uitgespeelde aanval. En Veldmaten loopt naar de bank. High five, natuurlijk ook met de trainer. En de wedstrijd weer in evenwicht. En Jong Vitesse leek daarna even uit het veld geslagen. Verliest hier bijna ook de bal. Bal net binnengehouden. Aardige bal. En dan moet de voorzet komen, maar Danus let goed op. Metai is dan gevallen op zijn elleboog en moet eraf. Hij heeft duidelijk last van zijn hand. Ondertussen krijgt Koos Werkman een gele kaart voor protesteren, praten. En Johan Wigger komt in de ploeg voor Metai. Hooiveld. Veldmaten. Nu aan de linkerkant. Daar waar Hooiveld zou moeten lopen. Maar het schot van Veldmaten is niet krachtig genoeg. Vitesse. Moet voorzet komen. Aardige voorzet. En dan is dit best wel een aardige kans hoor voor Vitesse. Hooiveld. Veldmaten. Wigger wint het duel. Goed gedaan. En dan de voorzet. Veldmaten kan er net niet bij. En dan is de assist van Kramer en de goal van Kobussen. Fantastische goal van Glenn Kobussen. De Boshoek ontploft. Wederom voel je de opluchting. Kramer ziet het goed. Geeft de bal richting Kobussen. Die jaagt hem in de kruising. En dan is het 2-1 voor HHC. Dat is even lekker zeg. En dan zou je toch kunnen zeggen dat de overwinning van vorige week geen toeval was. Hoe hard het ook is, dat het misschien wel een hele goede beslissing is geweest om afscheid te nemen van Jozef Oosting. Hoe jammer het ook voor hem is. Maar kennelijk werkt de formule met Karsten wel beter. Maar goed, het is allemaal heel vroeg gezegd. HHC heeft nog niet gewonnen. Het staat 2-1. Maar het lijkt voorlopig wel heel goed.
Wigger. Want als de ene coach 10 wedstrijden niet wint, en er komt een nieuwe coach en die wint gelijk wel 2 keer, dan ontkom je er niet aan dat je daar conclusies aan gaat verbinden. Veldmaten. Hooiveld. Is hij net iets te ver de hoek in. Toch een aardige voorzet. Opnieuw Veldmaten. Oh, dat had het 3-1 moeten zijn. Wat een kans voor Mark Veldmaten. Vrije trap dan voor Wigger, omdat de keeper hens heeft gemaakt buiten de 16, vindt de scheidsrechter. En het is 3-1. Het feest kan beginnen. Het Oktoberfest in november. Want Johan Wigger jaagt de 3-1 binnen. Prachtige vrije trap van hem. De muur loopt veel te vroeg uit. De scheidsrechter vindt dat kennelijk prima. De bal gaat erin. En dus is het 3-1 voor HHC. En heeft HHC de wedstrijd gewonnen. En daar is het ontzettend blij mee. Discussie natuurlijk met de scheidsrechter. Of het nou wel of geen hens was. Nog een klein opstootje. Doet er allemaal niet meer toe. HHC wint de wedstrijd en dat wint het verdiend. En zij zijn blij. Zij willen het weten. Fuck u. En zij ook. HHC wint met 3-1 thuis van Jong Vitesse. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.